ben heel benieuwd wat je komt doen. Wat ik kom doen? Ja? Ik kom even met jou gewoon gezellig. Ik kom gewoon gezellig. Ik kom gewoon even chillen. Mag het niet? Ja, zeker wel. Zeker. Ja, gelukkig. Ja. Nou, ik wilde eigenlijk hebben over de stream van vanmiddag. Want we hebben wel een toffe, bijzondere stream eigenlijk. Een bijzondere? Ja, we gaan, Steven komt langs en die gaat de beta van World. Het is echt vrijdag. Het is echt Warlords of Draenor. Uit mijn woorden. Ja, Warlords of Draenor beta. En die gaan we spelen. En we hebben beta keys gegeven. Joh. Ja. En die kunnen gelijk gespeeld worden dan? Die kunnen gelijk gespeeld worden. Ja. Oh, dat is wel heel vrij. Ik heb 5 beta keys gegeven. En nou ja, dan gaan ze in de stream zien hoe ze die moeten winnen. Precies. Of hebben de mensen die dit redactie-item kijken misschien een lichte voordeel? Oh, dat zou leuk zijn. Hoe gaan we dat doen dan? Nou ja. Want hoe komen wij erachter dat zij dit redactie-item doen? Door iets te doen. Weet je, vroeger moest je altijd weet je, op internet bewijzen dat je real bent door een foto te maken met een hoed op je hoofd. Met een schoen op je hoofd. Ja. Dus zoiets. Maar dan moet dus ook iets gebeuren met in die stream. Ja. Nee, maar dan... Dus wat is waarschijnlijk, wat zou in de stream hetgeen zijn waarvoor, weet je, wat er gedaan moet worden om een key te winnen? Vragen beantwoorden waarschijnlijk? Of... Nou ja, we kunnen zeggen dat ze het redactie-item moeten kijken en dat wij nu het ding verzinnen wat ze kan, moeten doen. Maar ik zit meer te denken van dat ze een antwoord moeten geven op een vraag, ja. Dat ze dat op een papiertje moeten schrijven en moeten tweeten naar ons. Ja. En omdat je dan dit item hebt gekeken, want dat gaan we niet in de livestream zeggen. Als je een schoen op je hoofd hebt, dan kunnen wij zien van oké, ja. Die hebben ook nog gerust dit redactie uit gezien. Dat vind ik een goeie. Ja, toch? Ja, maar wat moeten ze op dan? Een schoen, oké. Ja, gewoon zo, niet... weet je, dat is hoe je vroeger, nog steeds als op het internet bewijst dat jij degene bent die je zegt dat je bent. Ik vind het goed. Door een schoen op je hoofd te doen. Dus ja. als je dit kijkt, dan moet je vanavond, als je een beta key wil winnen. Maar dat is wel tricky, want we gaan die... codes weggeven via privéberichten naar ons Twitch-kanaal. En daar kan dat kan geen, ook tegenwoordig. Ja, want we willen zeker weten dat die niet zomaar iemand vandoor gaat met jouw code natuurlijk. Ja. Ja, poep. Dat zit ik net iets heel vets te verzinnen. Maar we kunnen ook privéberichten sturen naar Twitter. Dat kan natuurlijk ook. Dat is eigenlijk ook wel een slimme idee. Ja, toch? Ja. Nou, maar dan moeten we ze alleen volgen. Dan moeten ze volgen, dat is lastig. Ja. Dus dan wordt het toch in Twitch. Maar ja, daar hebben we hier goed over nagedacht van tevoren. Hè? Ja, nee, maar dat zijn we nu letterlijk zijn we aan het bedenken hoe we de prijsvraag gaan doen. Ja. Tijdens de stream. Dus het is een privébericht in Twitch. Ja, dus de winnaars, we kiezen ze uit en dan moeten ze een privébericht sturen naar ons Twitch-kanaal. Ja. Dan krijgen ze in het misschien dan privébericht terug met de code. Ja, is het dan niet een ding dat je in de Twitch eventjes je Twitter-bericht linkt? Ja, met een link. Ja, toch? Het is vrij ongewikkeld, dus wat we gaan vragen tijdens de livestream is, en dat moeten we ook Steven even zeggen, want anders verzint hij heel wat anders. Precies. En dan moeten we dus niet zeggen, die schoen op je hoofd. Maar wat we dus in de livestream gaan zeggen is dat je in de Twitch chat... Dat je een foto moet sturen tweet met een foto, ik moet die beta hebben. Ja, of een antwoord op een vraag of wat dan ook. Maar ja, of inderdaad, laten we inderdaad gewoon en zeggen dan, van hoe... En degene die een schoen bij hebben op een hoofd, die krijgen het dan. Precies, gewoon dus Steven gaat vragen van... Weet je, stuur met een foto opgeschreven en wat dan ook. Hoe graag je die shit wil hebben. En inderdaad, als het dus de schoen is, dat weet Steven dan ook niet. Steven gaat denken van, hey, waarom de fuck heeft die schoen op? Tenzij hij dat item heeft gekeken, wat ik niet denk. Ja. Dan is dat het dus. Precies. Maar dan moeten wij wel straks Steven inlichten dat hij dan wel uiteindelijk aan degene met de schoen de beter code geeft. Ja, tenzij er iemand is zonder schoen, want het is een voordeel, hè. Ja, het is een voordeel dat je de schoen hebt. Ja. Tenzij er iemand echt megalomaan vet iets doet zonder schoen. Dan kan hij natuurlijk nog steeds winnen. Nee, dat is waar. Moet wel eerlijk blijven. Ja. En dat is dus. En we gaan ook nog een andere game spelen misschien? We hebben misschien Grid als backup. Maar ik denk dat we het eigenlijk de hele tijd lekker worden. Ja, de hele tijd aan het trainen. Ja, Steven gaat gewoon... Maar ga jij er daarnaast zitten? Allebei denk ik. We gaan een beetje wisselen. Ik val moeilijk in slaap. Nou, dan val ik je bij. Spaar ik een beetje bij, want ik ook. Ja, nee, oké. Ja, ik was laatst al bij een gesprek, toen ging het over... Garrisons. Garrisons? Garrisons. Het ging over nieuwe... Weet ik, huis, nieuw huis. Okay, toch? Of niet? Ik weet niet eens meer waar ze het over hadden, maar toen begon Steven al te lachen dat toen hij mijn dode blik zag. Maar dat bedoel ik, dat gaat zo meteen gebeuren. Wij gaan het hebben over wortels en de zon en andere moeilijke dingen des levens. En Steven zit er een beetje apathisch al.
precies. De Dwayne Horan in zijn kerst. Wij kunnen als noobs vragen wat hij nou aan het doen is, toch? Ja. We kunnen gewoon ook voor. Oh, dat... ik ga hem een hard time geven. Precies. Ik ga echt dat hij na 2 uur echt zoiets heeft. Fuck. Heeft hij weer zo'n vraag? Dat gaat gebeuren. Ja, precies. Nou, dat. Nee, het wordt gezellig, joh. Ja. 4 uur? Ja. Tot 6. Op het is.